staan hier op de Site Louise Marie in Antwerpen. En wij hebben hier het buitenschrijnwerk aluminium gedaan. Het is voor ons een heel bijzonder project. Enerzijds omwille van de ligging van het project, dicht bij de Singel en de Antwerpse Ring. En de hoogte van het gebouw, punten waar we sterk moesten op letten waren, akoestiek en de hoge water- en windlasten. Het was belangrijk om hier een voldoende stabiele en grote partij mee onder de arm te nemen, zijn de Vorselmans, omdat we hier naar techniciteit, volume en doorlooptijd op de werf wel het nodige commitment moesten bieden. Enerzijds lijkt het een vrij klassiek project, anderzijds naar techniciteit toe hebben wij ons toch kunnen onderscheiden van onze collega's. De uitdaging zat hem vooral in de akoestiek, de windbelasting, het tussenscherm met extreme eisen en techniciteit en uitdagingen en de penthouses met uitzonderlijk hoge raamgeelen, grote glasgewichten waar we een oplossing voor hebben moeten vinden. Vooral in samenspraak met onze partner Aliplast zijn we tot oplossingen gaan zoeken. Ook de techniciteit en de kennis intern bij ons heeft ertoe bijgedragen dat we uiteindelijk een prachtig resultaat uitgevoerd hebben. Ja, we zijn uitermate trots op het project, omdat het voor ons ook een heel mooi visitekaartje is. Eén, om met de partners samen te werken die hiermee betrokken waren als bouwpartij. Maar toch ook om alle technische features van onze aluminium raam- en gevelsystemen even in de picture te zetten. Wij zijn ontzettend trots op het project. Met name het glasscherm dat geplaatst is geweest, heeft een zeer hoge technische uitdaging gekend. En daar hebben wij ons dan toch wel in kunnen onderscheiden om aan alle eisen te voldoen en een mooi en eeuwig eindresultaat te bekomen. De inkomgehelen zijn uitzonderlijk groot van afmetingen. Ze zitten verborgen achter de olifantenpoot van het gebouw. En met een glasgewicht van meer dan 1000 kilo was het echt een huzarenstukje om alles beglaasd en gemonteerd te kunnen krijgen. Uiteindelijk is het een heel indrukwekkende inkom geweest van een imposant gebouw.